like any other family. We're different because of where we grew up. Hill House. Het is origineel in het opzicht dat het probeert niet constant te scoren met scare jumps. Maar het is een hele trage beeld, waardoor je langzaam meer en meer met de personages mee gaat leven. En hopelijk de serie nog veel meer gaat leven en de enge momenten nog veel meer tot zijn recht komen. De grootste overeenkomst tussen mij en mijn personage is dat we allebei vrij nuchter zijn ten aanzien van het bovennatuurlijke. What's going on? My brother just raped the family is what's going on. Hang on. Look, I get that things haven't exactly been going well with your writing. And when you said you wanted to do a book about the house, I understood that, but this is... I sent you guys the manuscript in case you had any objections. I didn't have to do that. Of course we object. I object. Mijn personage Stephen Crane gelooft niet in de dingen waar hij over schrijft. En gelooft niet dat het huis waar ze opgroeide als kind echt bezeten was door iets. En staat er heel nuchter in inderdaad. Ik persoonlijk zie dat ook zo. Vond het wat dat betreft heel makkelijk om het te identificeren met mijn personage. Maar dingen gebeuren waardoor hij niet meer zo nuchter kan blijven. I'm gonna carry you. Dad, you keep your eyes closed no matter what you hear. You don't open them. You promise? Do you promise? I promise.